Het kantongerecht kan haar zittingen hervatten. Er zijn namelijk nieuwe zittingszalen in orde gemaakt in het gebouw van het Hof van Justitie aan de Tamarindelaan en het oud gebouw van het Openbaar Ministerie aan de Henk Aronstraat. Het ligt aan het Hof van Justitie om de zittingsdatum vast te stellen. Het griffiepersoneel heeft besloten zijn intrek te nemen in het gebouw van het Hof van Justitie, waar er twee zittingszalen zijn gehuisvest. Het oud parketgebouw zal ook twee zittingszalen herbergen en het archief van het kantongerecht. Het is verder de bedoeling dat het gerechtsgebouw aan de Wulvingstraat eind november wordt opgeleverd en dat het kantongerecht daar blijvend zal worden gehuisvest. De griffiers bij het kantongerecht voor strafzaken hadden het werk vorige week neergelegd. De zware regenbuien tijdens het weekend hadden voor wateroverlast gezorgd in het gebouw aan de Fred Derbystraat. De zalen waren grotendeels onder water en er ontstond een enorme stank. Het personeel was van mening dat het gebouw niet meer voldoet aan de gestelde eisen.